Wat vooral Prima Plan maakt, is dat er heel veel kennis aanwezig is. Dus als je als jong professional zoals ik een soort van carrière switch wil maken en in het project professional vak wil stappen, dan is Prima Plan een perfecte opstap, omdat de kennis aanwezig is en ze daar ook het traject voor je hebben uitgestippeld. Ik ben Dennis Grote, 30 jaar. En ik werk inmiddels bijna 2 jaar voor Prima Plan. Ik ben bij Prima Plan terechtgekomen toen ik nog als marketingmanager werkzaam was. En wat anders zocht in het marketingvak. Destijds heeft iemand mij gewezen op de vacature die bij Werktalent bekend was. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik kan altijd gaan praten. En eigenlijk al heel snel werd ik gebeld. Kom maar even langs voor een gesprek. De volgende dag kon ik op gesprek bij Prima Plan. En eigenlijk is dat heel soepel verlopen. Dat was top. De afwisseling zit hem vooral in de verscheidenheid van de projecten waarvoor je kan gaan werken. Bij Prima Plan zoeken we mensen die, young professionals eigenlijk, die graag door willen groeien, ambitieus zijn. En misschien ook wel een carrière switch willen maken. Je krijgt dan een traineeship, hele goede begeleiding. En ook nadat je je traineeship hebt afgerond binnen een aantal weken, word je nog begeleid op je project. Waardoor je dus echt een mooi traject krijgt. En inmiddels werk ik nu bijna 2 jaar bij Prima Plan en ben ik aan mijn derde cursus begonnen. Dus ook de doorgroeimogelijkheden zijn daar aanwezig. Ik ben Patrick van Weerdenburg en ik ben manager delivery hier bij Prima Plan. Prima Plan levert projectcontrol. Wij adviseren onze klanten bij tijd, kosten en kwaliteit. Wij zoeken trainees om opgeleid te worden tot projectprofessional. Dat zijn mensen die een HBO-achtergrond hebben of een MBO-4 opleiding hebben gedaan met een jaar ervaring. En die vooral ook technisch inzicht hebben en affiniteit hebben met projectmatig werken. Werktalent zorgt ervoor dat wij kandidaten krijgen. Dus ze doen de eerste screening en daarna nemen ze ook het eerste deel van het assessment af. En krijg ik vervolgens een cv en een analyse en een advies om wel of niet door te gaan met het assessment. Mijn naam is Paul de Letter. Ik ben Business Unit Manager voor Werktalent in Naaldwijk. En wij doen de werving voor Prima Plan. Ja, mijn naam is Joey van Beek. Ik ben werkzaam bij Werktalent in Tilburg, ook als Business Unit Manager. En ik ben voor regio Zuid-Nederland verantwoordelijk voor de werving voor Prima Plan. Wij zijn als Werktalent ingeschakeld om op zoek te gaan naar geïnteresseerden. Mensen met affiniteit voor de techniek. Om zich als projectprofessional door te ontwikkelen. En wij richten ons echt op het traineeship van Prima Plan. En proberen daar de juiste kandidaten voor te vinden. Als je geïnteresseerd bent in de traineeship, dan solliciteer je bij via Werktalent. Wij zullen direct contact met je opnemen. Vervolgens schakelen we met je om een kop koffie in te plannen op het kantoor van Tilburg of het kantoor van Naaldwijk van Werktalent. Als dat allemaal positief is, dan zullen we een technische test bij je afnemen om je technische affiniteit te testen. En indien dat positief is, leggen we dat direct voor aan Prima Plan. En kan het snel gaan en heb je een gesprek bij Prima Plan zelf in Capelle aan de IJssel op het mooie kantoor. En kan het heel snel lopen dat je een contract verdient. Ja, het kan inderdaad heel snel gaan. Als je bij Werktalent hebt gesolliciteerd voor een traineeship en uiteindelijk bij Prima Plan in dienst komt. Voorbeeld, Dennis is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Die heeft op maandag gesolliciteerd. Op dinsdagochtend zat hij op het kantoor in Zwijndrecht van Werktalent. Op woensdag zat hij op kantoor bij Prima Plan in Capelle aan de IJssel. En op vrijdag had hij zijn contract al. Ben jij op zoek naar een traineeship als projectprofessional? Neem dan contact op met Paul of met mij. En dan nodigen we je graag uit voor een bak koffie bij ons op kantoor.